Ja, dat is heel bijzonder, want dat is met name een dubbel WK. Dat is ooit één keer gebeurd in 1998 in Utrecht. En nou, dan krijgen we het daarna nog een keer. En dat is een uitzondering, dat gebeurt nooit. Nou ja, daar ben ik een heel klein beetje bij betrokken. Ik heb die relatie gelegd. En dat was omdat ik in eerste instantie de marketingafdeling van Gras bij zowel Tancate als Greenfields adviseerde welke kant het op zou kunnen. Hè? Niet moeten, maar kunnen. Dus ik had daar een adviserende rol in. En toen was een van de mogelijkheden natuurlijk met een prachtige kans die hier is, de WK. Waarin de hele hockeywereld bij elkaar komt. En als je dan in staat bent om daar wat met je product te doen. Nou, wat met je product te doen, je zegt het al. Alle spelers zijn razend enthousiast. En dat is het mooiste reclamemiddel wat je kan hebben. Want wij kunnen het wel zeggen. Maar als de sporters het zeggen, dan is dat fenomenaal. En, dus de samenwerking is goed gelukt. Nou ja, kijk, ik ben zoals je al zei voormalig coach. En daar heb je altijd met de ondergrond te maken. En de laatste jaren met veel op kunstgras. Zou dat allemaal gelijk moeten zijn? Dat is niet zo. Alle kunstgrassoorten hebben een verschil. Maar dit kunstgras is supersnel, dus dat is fantastisch voor tophockey. Heeft geen enkele afwijking, dus als je de bal recht slaat, blijft hij recht gaan. En dat wil nog wel eens in het verleden, wil hij een afbuiging hebben. En of je nou de ene kant op slaat of de andere, zoals in Londen, als je de ene kant op slaat, was hij vlak en de andere kant ging hij hobbelen. Dat kennen we hier niet. Dus eigenlijk aan alle voorwaarden waarop een goed veld zou moeten voldoen, daar heeft TX aan voldaan. Nou ja, goed, ik bedoel, kunstgras, het heeft wel een bepaalde type aanduiding. Het moeten watervelden zijn, het moet wel een bepaalde kwaliteit zijn natuurlijk, maar er zijn nogal wat concurrenten in de markt. Kijk, het allermooiste is natuurlijk als de spelers en de coaches en de landen gaan zeggen, er is maar één goed veld en dat is het Greenfields TX. Ja, dan heb je grote kans dat dat voor volgende toernooien ook gebeurt. Nou, de marketingafdeling van Tancate en Greenfields moet zorgen dat het bij de juiste mensen ligt. Maar de sporters, dat zijn de mooiste reclamezuilen, zou ik maar zeggen.